Hallo allemaal, Omer Slikkum hier en ik ben aan het knallen in de... The enemy team has taken the lead. In de Tier 5 Zuyo. Een aircraft carrier. Normaal ben ik er niet zo heel erg goed in, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar we gaan het gewoon eens een keertje proberen weer. Daarom zie je nooit zoveel filmpjes van aircraft carriers van mij, omdat ik er gewoon niet super goed in ben. Als ik heel eerlijk ben, nou, dat mag je best toegeven. Ik vind het wel ontzettend leuk, als ik heel eerlijk ben. Oh. Zie, ik loop me alweer te prutsen. Hup, aanvallen die handel. Ik had het verkeerde. En we gaan natuurlijk op zoek naar de grotere jongens. We hebben al 0 damage gedaan. Dus dat gaat goed. En we gaan eens eventjes wat kijken of we iets van damage kunnen doen. Op de tegenstander. En eigenlijk wil je natuurlijk maar eens 2. En 4 zitten er prima te wachten. Groep 3. En deze gaan we eventjes zo laten doen. Eens even kijken of we iets kunnen raken. Dat is 1. Die gaat weer aan de zijkant. Dat is mooi. Ik hoop dat ik nog wat kan. Goed, 2. Oeh, 2 stuks in ieder geval op een Moemansk. En groep 2. Die is, ben ik bang, al verloren. Ja, daar was ik al bang voor. Maar goed, wel 4 vliegtuigen naar de haai gebracht. 3 keer in damage op een Moemansk. Hè? En hij is nog steeds levend. Gaan we groep 2 weer de lucht inbrengen. Groep 5 de lucht inbrengen. Groep 3 is op dit moment aan het landen. Groep 5, ready. Hoppakee, en daar gaat de eerste. Nou, ik heb een kill in de Zuyo. Ik vind het ontzettend grappig spelen dit, kan ik je vertellen. Het speelt vrij snel. Ik lig daar netjes. Groep 3 is geland. Laten we hier deze kant op brengen. Waar is groep 2 dan? Groep 5. En groep 4 allemaal deze kant op brengen. Nu moet ik alleen wel oppassen. Ik laat de rest wel even hier naartoe komen. Want ze hebben mij alweer gezien. Dus dan is het handigst als je een beetje... in de buurt van je eigen verdediging blijft. En proberen. Even kijken. Die Joba moet eraan. Die torpedojagers aanvallen. Dat is in ieder geval wat je wil. Torpedo bombers. Ja, dat weten we. Hoppakee. En af en toe heb ik het echt het idee dat... je gaat die maar aanvallen. Groep 3 gaat deze kant op. En groep 4 gaat ook deze kant op. Allemaal op die Miyogi. Hoe lang duurt het nog? Oké, groep 2 is. En groep 5 is zelfs kapot. Terwijl er een kat probeert hiermee te klimmen. Maar is groep 4
We're under attack. Hoppakee. Die even wachten waar die naartoe gaat. Group 4, awaiting instructions. 1, 2. En nog er eentje in. Hopelijk raakt hij nog wat. Op zijn doppie. Yes. En waar is groep 5? Groep 5 is weg. Groep 3 is ook al kapot. Gaat lekker zo. Maar... Eens even kijken of we nog... wat kunnen uithalen. Groep 2, eventjes naar die oma. Kom op, oma. Nee, groep 2 gaat er ook aan. Maar goed, dit is een beetje hoe het speelt. Het lijkt wel of mijn vliegtuigen van papier maché zijn langzamerhand. Waar is groep 2? Die is onderweg. Groep 4 is onderweg terug naar mij. En ik zal je vertellen. Ik ga alvast. De andere kant op. Want ik vertrouw het voor geen meter. Maar goed, we hebben er al eentje laten zinken. En zolang er dus bijna geen... Waar is groep 3? Daar is groep 3. Goed in de gaten houden. Groep 3, taking fire. Kan hem vrij makkelijk aanpassen nog steeds. En hopen dat 1 of 2... Hij draait al weg, maar goed. Dan zou er maar 1... en raken. Dat is 1. Hoppakee. Tot ziens. Een... Ik weet niet wat ik te pakken heb gehad. Zilo's Heuvel. Dat was een Miyogi. Had ik eventjes niet opgelet. Hoe is het met mijn schip zelf? Volle snelheid. En dan leg ik deze eventjes wat meer achter onze flanken. Dan zijn we er niet alleen sneller. Our team has taken the lead. Ja. Nou. Zeven vliegtuigen. En alweer twee schepen naar de haaien gebracht. Goed, wat hebben we hier dan nog? We hebben een New Mexico. We hebben daar een Kawachi. Laten we die Kawachi eens pakken. Die is bijna dood. We hopen dat we niet al te veel vijandelijke vliegtuigen tegenkomen. Maar is 3, die is naar mij terug aan het gaan. Ik denk dat ik die Kawachi kan vergeten. Want daar komen al ongelooflijk veel salvo's binnen. Groep 4, we are under attack. Dit is een beetje vervelend dat hij nu precies wegdraait. We moeten maar lossen. Het is niet anders. Oeh, we zijn bijna de pijp uit. Nou, dat wordt een complete mis. Ik heb ook niet al te veel vliegtuigjes meer over. Dus... laten we maar eens aan deze kant gaan kijken. Wat daar zit. Ik ben in ieder geval onderweg. Een stukje verderop. Je moet altijd proberen met je verdediging mee te gaan. Eens even kijken wat we tegenkomen. Hij heeft in ieder geval nog een fighter aan die kant. Heel goed. Top gedaan, jongens. Goed verdedigd. En wat zien we hier in A gebeuren? Hij heeft nog maar 4 vliegtuigen. Een Cleveland.
daar kan ik niet echt helemaal tegenop, maar we kunnen het altijd proberen. We zullen er toch echt overheen moeten komen. Ah, dit is kloten. Laten we maar gewoon lossen. Gewoon erin. Geen schijnvakantie. Nee hoor, dit wordt hem niet. Helaas. Maar dit is heel erg lastig. Ik heb alleen maar 2 vliegtuigen over op groep 4. En daar zal ik eventjes zuinig mee moeten zijn. Dat is een beetje het probleem. Mijn vliegtuigen lijken wel van papier maché af en toe. Toch wel leuke gevechten om te laten zien. En je ziet wat voor damage je kan doen met een aircraft carrier. Nou, daar brengen we 4 nog niet de lucht in. Laten we meer maar eens even afwachten. Wat we kunnen gaan doen. Soms moet je ook even geduld hebben. En dat heb ik al zo slecht. En volgens mij leeft hij New Mexico dus nog steeds. Maar ik ben vooral benieuwd naar wat er achter ons langs gaat komen. Wat hebben we nou over? Het is, gaat redelijk gelijk op. Mizukaze, Faragutje, Zuhootje, wij hebben Independence. En de andere heet een Ryoyu. En een Bogu. En die liggen allemaal daar. Oh, terwijl ik zo langzamerhand in scheepsafstand begin te komen. Ga eens erop, joh. Die Independence had er sneller voorzien. Ik verwacht zo direct onder vuur te komen van die Cleveland daar. Dus die gaan eens eventjes lastigvallen, ook al zijn het misschien mijn laatste vliegtuigen. Yes, daar komen ze al. Dan moet ik heel snel weg zijn. Ik zet hem in ieder geval op auto. Bommetjes, die zijn in de fik. Aardig wat, ik wacht even totdat ik voorbij die eilandjes ben. 1 torpedootje losgelaten. En ik heb geen vliegtuigen meer. Oeh, gaat hij nog wat raken ook? Nee, net erlangs. Ik heb geen torpedo's meer. Dus ik kan alleen maar fungeren als cannon fodder. Dan ben ik alleen vergeten te kijken of ik misschien nog secondary guns heb. Dat werd ik even vergeten. Kom op die berg. Nee, ze komen op mij. Oeh, wat een mazzel. Maar helaas is die Independence snel genoeg. En wegwezen hier. Gelukkig komen er genoeg mannekes van ons aan. Het is elkaar zit vlakbij. Die raakt me wel. 25 seconden mocht ik in de fik komen te staan. Dat was een devastating hit. En ik kan niet repairen. Waar is de rest? Daar is een Isokaze. Nog 2 seconden wachten. En het is gewoon zaak om het nu te overleven. Problem solved, sir. Cleveland is flink aan het knallen. Independence daar. Yogi daar. The enemy is about to win. En die Cleveland heeft verloren. Even kijken of ik weg kan draaien. Hallo, draai eens weg.
wordt spannend. Als hij me raakt, dan ben ik zo het bokje. Nee, maar dat doen ze niet. The enemy team has taken the lead. Oeh, spannend, 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 spannend. Vol erop in. Flooding. Ja, dit is wel een gedane zaak, hoor. Dit is wel een gedane zaak, ben ik bang voor. Ik kan nog een hoop doen. Maar die jongens hebben gewoon helemaal goed. Dus we kunnen ervan uitgaan dat dit mijn laatste gevecht is. Bengel, daar ging ik. Maar goed, toch een mooie score. 7 vliegtuigen. Ik heb nog een award. 7 keer flooding. 7 torpedo's geraakt. Nee, wel van 7 hè. 2 keer critical damage. En 2 schepen naar de haaien. Helaas kan ik het niet zien. Nou, de tegenstander is er wel. Dus misschien praat ik de tijd nog eventjes vol. Dan kunnen we ook zien wat voor damage ik in totaal gedaan heb. En hoeveel ik uiteindelijk verdiend heb. Nog maar 6 puntjes en dan is de tegenstander er. Het begon goed met ons, als ik heel eerlijk ben. Varagoetje, die aankripter is, maar dat is allemaal gedaan als aard, jongen. Hier zijn we goed. Wat heb ik verdiend? Ik hoop genoeg. Bijna 150.000, ruim 1000 experience points en wat is dit? First Blood. Ik had First Blood. Dan krijg je een fantastische vlag natuurlijk. Nou, dit wisten we al, maar hoeveel damage heb ik in totaal gedaan? Flooding cost, bijna 7k en bijna 40k aan torpedo hits. Damage received, nou 100% natuurlijk. En dit is in totaal wat ik verdiend heb. Goed, een gevecht in die Zuyo. Ja. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Mocht je video's leuk vinden, alsjeblieft deel ze, like ze, geef een commentaar. Ook als je het niet leuk vindt, als je gaat schelden, dan verwijder ik het alleen. Maar goed, dat is een andere zaak. Of word lid van mijn kanaal. Zou mij in ieder geval motiveren om weer verder te gaan met het maken van deze leuke video's van allerlei spelletjes. Voor nu, tot op zee en natuurlijk happy hunting. Hoi hoi!